vrijdag hier aangekomen. Dus we hebben vanochtend de eerste proefrit was eigenlijk al gelijk de voorwedstrijd. En het is gewoon, je voelt wel echt verschil. Hij is heel gevoelig. Dus zodra je wel een foutje maakt of je komt net wat minder lekker uit, dan voel je dat. Maar je voelt gewoon dat hij heel snel, heel makkelijk wegtrekt. En daarnaast vind ik het gewoon echt een fantastisch mooie boot om te zien. Dus ik ben er echt super blij mee. Dit is een polyesterboot. Met, op basis van composieten, zeg maar, waarbij we de combinatie van kunststars met hoogwaardige koolstof in een sandwichstructuur gemaakt hebben. Vanuit binnen is het gewoon al super vet, want hij is zwart van binnen. En die heeft van die rode voetenborden op zich kleurt dat er weer niet zo heel mooi met het oranje. Maar, wel voor jou een keer mooie kleuren bij je vereniging Orca. Ja, ik ben heel blij met die rode schoentjes en de zwarte binnenkant. Dat is, dus het komt niet door mij, maar ik ben er wel blij mee. Dat we in verband met hoogwaardige koolstof en veel stijvere boten hebben kunnen maken. Zodat die uiteindelijk 25% stijver is. En waarom is dat belangrijk, dat stijver? Nou, hoe stijver die is, hoe minder weerstand die heeft in het water. En dan hoe meer energie je kan overbrengen en daardoor snelheid kan genereren. Gaat deze boot nou het verschil maken in Londen? Nou, ik denk dat wij het verschil gaan maken. Maar de boot zal hopelijk wel bijdragen, ja. In hoeverre gaat die daaraan bijdragen? Nou ja, je kan heel moeilijk meten natuurlijk. Ja, je zou misschien twee keer naast elkaar... je kan weinig het verschil meten, maar zoals het nu voelbaar is het gewoon sowieso echt een super fijne boot om in te varen. Ja, dit was nog maar een testvaart. Ze moeten hem eigenlijk nog heel goed afstellen. Maar ze zijn van overtuigd dat deze boot de snelste in het veld is. En dat dit hun net het extra zetje kan geven om voor de medailleplekken te gaan. Ja, uiteindelijk zullen wij het verschil moeten maken, maar de boot helpt wel mee.